Guilty. Donald Trump found guilty on all 34 counts of falsifying business records in the first degree. An unbelievable moment in American history. Donald Trump is duidelijk over zijn veroordeling. This was a rigged, disgraceful trial. Maar hoe zit het met de kiezers? Want Trump mag als veroordeelde nog steeds meedoen aan de presidentsverkiezingen. En dan is het natuurlijk de vraag of het invloed gaat hebben op het stemgedrag. Trump's vaste achterban lijkt het niet uit te maken. It doesn't affect it in one way at all. He will be my vote. Claro que sí que voy a votar por él. We're voting for President Trump, that's it. En Trump kan deze veroordeling gebruiken in zijn campagne. Zij zal zijn achterban gaan mobiliseren. En ja, Trump heeft al laten zien dat hij woedend is. Our country's gone to hell. Dus ja, je kunt je voorstellen rallies, binnenkort een debat met Biden. This was done by the Biden administration. Dus de rapen zijn gaar en Trump weet daar wel raad mee wat betreft zijn achterban. Dat zie je al meteen op Trumps website. Hij noemt zichzelf een politiek gevangene die niks heeft misdaan en hij vraagt meteen om donaties. Maar in november draait het natuurlijk om de zwevende kiezers. Zo'n 10% is echt zwevende kiezer. En daarvan is nu gepeild onlangs dat zo'n 6-7% zegt van ja, als hij veroordeeld wordt, nou ja, dat is dus nu gebeurd, dan gaan we toch niet op hem stemmen. Maar dan zeg ik gelijk bij, wat is de houdbaarheidswaarde daarvan? Het is een momentopname. Het lijkt sowieso een nek-aan-nek race te gaan worden. En dan is elke stem belangrijk. En ook de opkomst zal cruciaal zijn. Met name die Trump-supporters, die zullen massaal naar de stembus gaan. En daar staat dan wel een Biden tegenover die toch de laatste tijd een wat breekbare indruk maakt. Dus het is voor Biden ook nog wel een hele uitdaging om ook zijn kiezers naar de stembus te jagen. Trump hoort op 11 juli zijn straf en hij kan ook nog in hoger beroep gaan.